Nu waar denk ik heel veel mensen van, vanavond hier aanwezig voor gekomen zijn. En ik vind het een enorme eer. Ik heb al even met hem mogen voorpraten zometeen. De kampioenen maken 82 is die ondertussen. Van 2003 tot 2007 was die coach van Donar. Het tweede landskampioenschap van Donar na 1982 was dus in 2004 met heel veel duizenden mensen op de grote markt bij de huldiging. En zo'n ding waar ik zag het vandaag nog even nooit meer te vergeten: die halve finale tegen Demon Astronauts. We hadden 41, 26 was het bij rust. En toen uiteindelijk met twee punten gewonnen, 56, 58. Dames en heren, daar is die. Graag uw applaus voor Ton Boot. Dankjewel. Even de microfoon aan. Doe maar even proberen. Hallo. Ja. ja. Litaar, die pak ik nog even. Het is natuurlijk ook zo dat ik het verschrikkelijk leuk vind om u weer te zien. Ik heb een hele goede tijd in Groningen gehad. En ik wist dat er ook een wisselwerking was. En ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig dat er zoveel mensen nog zijn. Maar waarom ben ik hier nog? Waarom presenteer ik hier nog? Een oude man van 82 jaar, die moet ook zijn. Uh, Beperkingen kennen zo hand, dus die moet ophouden. Maar in, even kijken, 2020 kwam Toon Gerbans naar me toe en die zei: Een goede vriend van mij, ex-directeur van uh, PSV, en die zegt: Jij moet nog wat schrijven. Ik zei: Nou, daar heb ik geen trek in. En ik heb het toch gedaan en er is een boek gekomen en dat is de reden waarom ik hier sta, want ik moet ook mijn plaats weten, ik moet me ook terugtrekken. Maar ik heb een boek geschreven en dat heb ik zo leuk gevonden. En het is eigenlijk iets uit eigen werk. Uh, ik dacht: welk onderwerp moet ik wezen, uh, nemen? En in de sport is nog weinig geschreven over de neerwaartse spiraal. Je zit in de neerwaartse spiraal en hoe op te lossen? Hoe op te lossen in uw bedrijf? Hoe op te lossen in de sport? Er is geen literatuur over. Dus zo begon ik eraan en op een gegeven moment. Werd het voorlezen uit eigen werk. En dit boek, het is ook genomineerd. Dus ik kom ook weer met een boek, geen 50 jaar Groningen, maar voorkomende crisis. En uh, ik, het is genomineerd tot het managementboek van het jaar, genomineerd daarvoor in 2020. En ik uh, nadet het praatje. Zal mijn dochter ook, voor degene die eigenlijk uh, dat ook wel willen zien. Het is niet alleen voor coaches, maar ook voor mensen die leiding geven, zal ik maar zeggen. Want in het boek gaat over hoe ga ik met mijn mensen om. He, en dat moet u ook vaak kunnen. En uh, mijn dochter, na de, uh, deze uitzending, kunt u ook als u een boek wil kopen, ook een boek kopen. Die kost 20 euro in de winkel voor 17 euro. Maar dat is even een commercieel praatje. En daar had ik eigenlijk niet zoveel trek in. Eén van mijn grootste fans uh, in die periode dat ik in Groningen was, was Helga. Waar zit je, Helga? Oké. Okay. Uh, en die kreeg van mij een boek aangeboden met uh, wat erin, wat woordjes. En die was zo vriendelijk, die kwam op elke training, ook met een man, kijken. En er is ook heel veel kritiek op mij geweest. Nou, dan moest je niet bij Helga komen, want dan had je het met haar aan de stok. Dus ze kreeg van mij met terugwerkende kracht nog een boek. Ja. Ik hoop dat ik u niet te kort doe, maar is Martin Schelters in de zaal? Oh, Martin. Uh, wat ik van Helga zei, geldt ook van Martin. Het is een hele goede vriend van me geworden. Tandarts. Hier, hij is nu gestopt met zijn praktijk. En was vaak op de trainingen. En heeft mij ook gesteund in moeilijke jaren. Ik heb hem al een boek opgestuurd. En uh, Martin, leuk dat je er bent. En ik hoop dat het heel erg goed met je gaat. Oké, okay, dan ga ik nu beginnen. Ik. Mijn presentatie gaat dus over hoe je met mensen omgaat, het human resource gedeelte. En ik begin eigenlijk met een aantal stellingen, hoe ik te werk ging. En dat was lof der botheid, iedereen weet het wel. He, zo ging ik te werk, maar aan die stellingen kunt u het wel zien. Dan ga ik een stukje menselijkheid doen, de vertrouwensrelatie, die moet er altijd zijn in elk bedrijf. En dan Ga ik nog even aantippen. En dat is tegenwoordig modern hier in Nederland. In andere landen ik, weet men het niet eens: grensoverschrijdend gedrag. Je hoort het nu op de televisie, je hoort het overal. En daar wil ik een paar woorden over zeggen, omdat een coach daar ook mee te maken krijgt. Maar voordat ik met die zaken begin, wil ik nog iets over mezelf zelf zeggen. Emba, de volgende als u wil. Ik ben de enige coach ter wereld die om dat vier, drie, vier, vijf jaar een sabbatical hier nam. En ik wist al in het begin, dat moet ik doen, want anders krijg je een burn-out. Het is tegen een burn-out. Dus ik heb van tevoren dat al genomen. Ja, verder. De volgende. Kijk, een coach die werkt maximaal. De spelers werken maximaal. En dat hou je geen veertig jaar vol in je leven. He, dus ik heb steeds die sabbatical's inge ingelast. He, sommige coaches doen het ook, maar één of twee keer. En de meeste coaches doen het als ze ontslagen zijn. He, dan zeggen ze: Ja, ik heb een sabbatical hier genomen. <laughs> en degene die eigenlijk zijn leven lang moet werken, die. Doet geen maximale inspanning, maar een optimale inspanning. Dat is heel slim. Want anders red je het niet. Een metselaar in de bouw, die kan geen 40, 50 jaar op zijn top werken. Dan is hij op. Is hij helemaal op. Dat kan gewoon niet. Dus de gewone mensen, niet de idioten, die sporters. En buiten de sport nog enkele. Zoals mensen die een eigen zaak hebben, die kei en keihard moeten werken. die... Werken op het maximale niveau of proberen dat te bereiken. Volgende M. U kunt zien dat uh, in, dit, in dat diagram, het vorige diagram, kan je ook die donkere zwarte lijn te, uh, tekenen. Dat is de wet van de verminderde meeropbrengst. In het begin hoef je maar heel weinig tijd aan te besteden en je stijgt heel snel. Het rendement is heel erg hoog. Daarna kom je op het, op het kantelpunt, zou ik maar zeggen. En dan moet je heel veel tijd en inspanning leveren. En uh, je gaat maar een klein beetje naar boven. He, dat zijn de mensen. Dus dat is heel erg inefficiënt. In het eerste vakje... Ja, in het eerste vakje werken dus de gewone mensen, de normale mensen... En in het andere vakje de topsporters, deze coach en nog heel enkele mensen die keihard voor hun zaak werken. En dat is heel onverstandig. Want het is zeer inefficiënt, dus onnatuurlijk. Topsport is onnatuurlijk. En boven die optimale grens heb ik ook de supra-optimaal, waar wij, in, dus de topsporter in werkt, noem ik het moeilijkheidsprincipe. Allerlei moeilijkheden krijg je voor je neus en die moet je maar overwinnen. Stom, want je kan ook in het eerste vakje zitten en dan krijg je dat niet. Maar de prijs is erg hoog die je krijgt op het laatst. Je kan kampioen worden. En dat kunnen die andere mensen niet. Maar in het tweede vakje, de idioten, de topsporters, die zijn dus heel erg inefficiënt bezig en die zitten in een andere wereld. Geheel andere wereld. Dit is de alledaagse wereld. Daar rechtsboven is de topsportwereld. En als je die grens overstijgt, dan ben je per definitie al grensoverschrijdend bezig. Er is een grens en die moet je overschrijden. Dus in de hele discussie over grensoverschrijdend gedrag in de sport is eigenlijk een non-discussie omdat sport, en je kan het zien aan uh, uh, dat diagrammetje, sport is per definitie grensoverschrijdend. Ja, ga maar verder. Dus je ziet een grote schuld tussen de alledaagse wereld en de topsportwereld. Ik ga er straks nog even op in. Ja, voor jou? Nou, nu mijn werkwijze. Dat is, ik kom nu op naar die sabbatical years. Ja, ik moest wel dat sabbatical hier. Want stel je eens voor, ik was gymnastiekeleraar. En s'avonds coachde ik den Bos. En trainde ik den Bos. Dus om half negen begon je. Dan was je thuis middags. Dan moest je meteen de trein naar den Bos. Daar uh, trainen en coachen. En dan weer terug. Dus je lag om twaalf uur in bed. Nou, dat hou je maar twee jaar vol hoogsels. Is... Ik ben er wel mee doorgegaan met die sabbatical omdat ik ook in mijn achterhoofd had... Co. Adriaanse heeft eens een keer gezegd... Uh, de houdbaarheidsdatum. En dat weet je nooit. Dus die heb ik goed in acht gehouden. Ik ga nooit over de houdbaarheidsdatum heen. Nou, mijn werkwezen. En die is het best getypeerd door enkele stellingen... die ik in het boek heb geschreven. Sorry, ik ben enorm... Wat een verschrikkelijke schepper is dat. Sorry, ik ben een norm. Ja, het is alleen maar een cultuur neerzetten. En dat kan de coach alleen maar, die ook verantwoordelijk gesteld wordt voor de overwinning en voor de nederlagen. Ik let vooral op non-verbaal gedrag in de alledaagse wereld niet. He, als je iemand ontslaat, laat even de ontslagbrieven zien en, en alle brieven die je naar hem toegestuurd hebt en alle waarschuwingen die je geeft. Bij mij bevalt het soms niet pam, wegwezen. Ja, dus ik, had, ik heb geen verbaal gedrag nodig, ik heb geen geschriften nodig, ik zie wat ik zie. U ziet ook wat u ziet. Als u daar het Team van Donau ziet spelen, zie je of ze hun uiterste best doen of niet. Dat ziet elke leek ook. En dat is het enige wat ik wil. En dat is non-verbaal. Alleen een rechter zal aan me vragen, meneer bewijs het maar eens. Ik hoef niks te bewijzen. Gelijkheid is oneerlijk. Wat is dat voor een idioot? He, gelijkheid, vrijheid, broederschap. Gelijkheid is oneerlijk. Ik zal er nu niet op ingaan, want ik ga er direct op één in om het even toe te lichten. Het nadeel van de twijfel. In de alledaagse wereld geldt, en dat is een leuk goed spreekwoord: het voordeel van de twijfel. Bij mij gold het nadeel van de twijfel. Als ik twijfelde, nee, dan hoefde ik het niet. He, en het voordeel van de twijfel is natuurlijk een heel wijs spreekwoord. In de alledaagse wereld moet je dat gewoon doen. En met kinderen moet je dat doen. Maar niet in die topsport. Daar geldt het nadeel van de twijfel. En de laatste. Eerst prestaties, dan tevredenheid. Ik kan het nog boter zeggen. Jongen, jouw tevredenheid interesseert me geen ruk. Ik wil alleen maar prestaties zien. He, we moeten het altijd inkleden, zoiets, maar dan wordt het ook duidelijk. <laughs> Volgende, dat nu de topsport wordt ook geïnfecteerd door die tevredenheid. Ik heb Marco Klok, de volleybalcoach, zei het enige belangrijke voor mij is geluk. Dat die spelers gelukkig zijn. De dameshockey hadden geen plezier meer. En daarom is Allison Ennen eruit gegooid, die coach. Ja, en Bij mij is het dus anders. Ik leer spelers eigenlijk veel beter... laat ze zelf hun tevredenheid maken. Leer ze dat ze zelf... Te, het is toch zielig dat ze afhankelijk zijn van die coach... om tevreden te zijn. He, dus als je, als je tevredenheid wil hebben... dan moet je dat zelf doen. En anders had je het met de contactbesprekingen... Aan mij moeten vertellen. Ik zal een column voorlezen. In die tijd schreef ik nog columns in de Telegraaf. Leven, Leven de lol. Dat gebeurde dus in Groningen. De voorbereidingen op de komende basbalcompetitie zijn alweer een aantal weken aan de gang. Ik heb een heel nieuw team in Groningen. De meeste spelers hebben, zoals bijna alle teamsporters, geen idee wat topsport werkelijk inhoudt. Niets nieuws zonder de zon. Het zal wel de geest van de tijd zijn. Het opvoedingsproces moet weer beginnen. Rick zat aan de kant de training te bekijken. Hij was al geblesseerd uit Amerika aangekomen en had nog nooit actief meegedaan. Zijn salaris ontving hij wel. Er was zojuist een drinkpauze ingelast. Wat vind je ervan? vroeg ik hem. Er wordt hard getraind, coach, maar er is weinig fun, klaagde hij. Hij bekritiseerde de coach, maar had niet in de gaten dat hij veel over zichzelf vertelde. Is lol dan zo belangrijk? vroeg ik. Natuurlijk, coach, antwoordde de jonge baasballer, verbaasd over zoveel onwetendheid. Lol, vaak komt deze quasi logische om, misvatting, die ook door veel trainers wordt gepropageerd, op de poppen. Om gek van te worden. Geloofde de speler het zelf of had hij gewoon een bloedhekel aan haar trainen? Overwoog ik. In elk geval moest de zaak op scherp gezet worden. We moesten, niet onbelangrijk. In de toekomst wel een paar wedstrijdjes winnen. Waarom heb je dat niet in je contract laten zetten? merkte ik op. Op zijn minst had je me toen kunnen, zeggen, het toen kunnen zeggen: Je bent in feite niet eerlijk geweest. Rick hakkelde wat en begon zich duidelijk niet op zijn gemak te voelen. Die Hollandse coach was zo gekker dan hij al dacht. Je traint maar vier uur per dag. Je hebt dus dagelijks twintig uur voor jezelf. Als je zo graag lol wilt hebben kan je gedurende al die tijd een moppetapper inhuren, was mijn welgemeende raad. Als je plezier hebt, dan train je harder en beter, probeerde die jonge speler nog. Trainen in de topsport, niet in de recreatie of jeugdsport, is keer op keer tot over de grens van je kunnen gaan, was mijn antwoord. Het wezen van trainen is bloed, zweet en tranen. Niets leuks aan. Slechts zeer weinig sporters kunnen dit moeilijkheidsmechanisme hanteren en de rest haakt onderweg af. Vanwege dat feit, het moeilijkheidsprincipe, hebben jij en ik gelukkig de mogelijkheid beter te worden dan anderen. Ik draai jouw stelling zelfs om. Frequente lol op de training is fundamenteel verkeerd. Is het dan alleen maar ellende? bracht Rick in totale verwarring uit. Natuurlijk niet, vervolgde ik. Je hebt een denkfout gemaakt. Plezier, een veel beter woord is tevredenheid, is niet de oorzaak van prestaties, maar juist een gevolg. Het primaire doel van de topsport is winnen. En dat laatste geeft een grote voldoening en soms ook plezier. En nog veel meer, zoals geld, status en roem. Ik wil de training weer hervatten. Laat ik nog even heel concreet en duidelijk worden, Rick. Jouw lol interesseert me dus niets. Ik verlang alleen maar hoge prestaties van je. Dat is de enige reden waarom je je salaris ontvangt. Een laatste vraag, Rick, merkte ik op terwijl de verbouwereerde Amerikaan net weg wilde lopen. Hoe vaak in je carrière heb je een kampioenschap behaald? Nog nooit, coach. Veel plezier, Rick. <applacht> nou, het is, ik heb het zo langzamerhand in mijn werkwijze. Heb ik even, u weet nu, ja, Martin en Helga wisten het al lang. Hoe ik een beetje aan het werk was. En elke stelling kan ik onderbouwen. Het is niet zo gek. Laat ik nog even over die gelijkheid. Gelijkheid is oneerlijk. Natuurlijk is het oneerlijk dat iemand die keihard en keihard werkt. Elke seconde. En iemand die de er kantjes ervan afloopt. Dat je die gelijk behandelt. Dat is onmogelijk. Dus dat is eigenlijk de filosofie die erachter ligt. Ja, de volgende. Dus er is weer een verschil tussen alledaagse werkelijkheid en topsportwerkelijkheid. Die topsportwerkelijkheid is in zichzelf al grensoverschrijdend, maar ook per persoon verschilt het. En bij mij is het zeker grensoverschrijdend. He, dus het is ook nog persoonlijk. Verder. He. Ik ga nu even over tot het menselijke deel. He, want de vertrouwens. Ik heb, ik heb bedacht. Wat is nou het allerbelangrijkste in de omgang van mensen met elkaar? Dat is vertrouwen. En dat wist ik heel goed. En Leen Frommer, dat is de coach van DSB, schaatsploeg. Die had de grootste ruzie met Marjan Timmer en Jan Bos. Hele goede schaatsers. En ik las dat in de krant en ik dacht, stoppen we mee. Het vertrouwen is weg. En dat wordt ook nooit meer hersteld. En toen dacht ik, wat is vertrouwen nou eigenlijk? He, want we hebben een vaag gedeeld wat vertrouwen is, maar wat is het eigenlijk? En ik heb, ben tot de conclusie, ik heb vijf factoren genoemd die aan, aan vertrouwen uh, voldoen. De eerste is competentie. Dat is nogal logisch. Een coach moet competent zijn. Een tandarts moet competent zijn. Stel je voor dat je een tandarts gaat die er niks aan kan. Dat lijkt me een drama natuurlijk. He, dus competentie ligt nogal voor de hand. En competentie in, laten we zeggen, de sport, sportvaardigheden, maar ook competentie om met de mensen om te gaan. Want je werkt in een teamsport de hele dag met mensen. Dus zo competent moet je ook zijn. Je moet met die mensen om kunnen gaan. En ik zei net al: die vertrouwen, het vertrouwen is de basis, dat wordt onderschat. Het is gewoon de basis. En daar kan je niet aan tornen. De volgende is intentie. Je moet natuurlijk een positieve intentie hebben. Je hebt ook coaches die sadisten zijn. Nou, dat gaat niet goed. En coaches die alleen maar aan zichzelf denken. Nee, je moet positief zijn. Je moet aan de ander denken, aan de speler. Je moet aan de organisatie, donor denken. Ik werk voor die organisatie en ik heb grote verantwoordelijkheid. En. Je moet niet aan jezelf denken. Aan jezelf denken doe je op één moment. Dat is met de contractbesprekingen. Dan spreek je iets af en daarna is het afgelopen. Dus de intentie moet positief zijn. Je moet geen dubbele agenda hebben. Zoals veel coaches hebben. En alleen maar kijken wat is mijn volgende baan en hoe kan ik beter worden. Dus... Ik heb een voorbeeld, dat heb ik me wel eens afgevraagd. Philips, de topman van Philips, ik weet niet hoe die heet, is gestopt na twaalf jaar. Die heeft een failliete bedrijf achtergehaald. Ja, Philips is er nog wel, maar die heeft al, ik geloof, 3, 4 miljard aan claims. Moest hij alweer betalen. Maar er komen nog veel meer claims uit Amerika. Dus dat bedrijf staat op het randje van faillissement. En toen bedacht ik, hoeveel bonus heeft hij in die tussentijd niet gehad? En zelfs op het laatst nog. Want hij was een van de weinigen die zijn bonus niet in, in wilde leven. Die man denkt alleen maar aan zichzelf. Maar het bonus systeem op zich, waar ik een groot tegenstander van ben... het systeem corrompeert ook. En uh, het heeft helemaal geen zin. Die man heeft dus zijn hele carrière bonus gehad, terwijl het bedrijf nu failliet is. Ik ben überhaupt tegen, tegen het bonussen voor die top. Als je vier of vijf miljoen verdient. Niet voor ons. He, wij zijn gewoon het middenkader. En weet ik voor wat, wij zijn slumieren. Dus geef maar even een bonus aan. Dat maakt niks uit. Spelers, bonus, nou, laat ze die lekker krijgen. He, maar een bonus wil eigenlijk zeggen... dat je iemand extensief probeert te motiveren. Terwijl ik juist een voorstander ben van intrinsieke motivatie. He, dus die bonussen bij u en bij mij maken niet uit. Maar 4-5 miljoen, met welk argument kan je nou een bonus krijgen? He, omdat het allerbeste moet je al voor die 4-5 miljoen doen. En toch gebeurt het. He, ik ben zelfs zo, en dat deed Toon Germans ook, dat is een goede vriend van me. Daar beginnen ze, dan heb je contractbesprekingen. En nou, we zijn voor elkaar. He, het is voor elkaar het contract en dan loop ik weg. Dat er gebeurde in Oostende, meneer Van Moerkerken. En die zei: wacht, er is nog uh, iets, uh, we hebben nog iets te bespreken: de bonussen. En toen dacht ik, wat gek, wil je nog meer geld kwijt he, met bonussen? Dus daar begreep ik al niks van. En dus ik, ik een heel surrealistisch beeld kreeg je, ik probeerde zo laag mogelijk, want ik wou toch een zin geven. En hij ging steeds wat meer omhoog. He, dus we hebben op een gegeven moment, ik denk voor een kampioenschap, 100 frank of zo. He, dus het is 5 euro, 5 gulden was dat. En hij was tevreden. En ik ook. <laughs> Intentie, volgende. He. Eerlijkheid ligt voor de hand natuurlijk. He, als je oneerlijk bent, vertrouwt niemand je. He, dus... <laughs> Dat is ook het enige begrip wat categorisch is. De Competentie, je bent meer. kan dimensioneel zijn. Je kan nog competenter zijn dan een ander, maar dat wordt nog steeds onder competentie verstaan. Dat is dimensioneel. Categorie, eerlijkheid is categorisch. Je bent het of je bent het niet. Ja, en. Als je het niet bent, krijg ik het recht van de omkering van bewijslast. Daar, nu komt een punt waarin de juridische wereld en ik het niet met elkaar eens zijn. Als bij mij een winkeldief... Ik heb een zaak met tv-toestellen. En een winkeldief komt bij elkaar. En elke keer voor de vijftigste keer... Hij heeft al vijftig toestellen van me gestolen en steeds gegrepen. En hij was weer in de zaak, had ik gezien. En ik mis een te televisietoestel. Dan zeg ik: Hij heeft het gedaan. Dus omkering van bewijslast. Dan nou hoef je bij een rechter niet mee aan te komen. En ik zeg het wel, en u ook. Want na vijftig keer krijg je het recht van omkering van bewijslast. Liegen en bedriegen in de wielrennerij. Ik wist zeker dat de Rabo-ploeg, dat die gebruikte. Dat wist ik, hè. als de mensen daar in Wenen lopen... met die bloedtransfusies en dergelijke, dan weet je het al. Dus ik heb er ook een column over geschreven. Recht van omkering van bewijslast. Ik kreeg iedereen op het dak van de Rabobank, wat in die column stond. Dus de renners gebruiken, de directie weet ervan... en Rabobank wist er ook van... Dat is ook allemaal uitgekomen. Wij zijn niet gek. Op een gegeven moment, kan je dat zeggen, zij moeten bewijzen dat ze het niet gebruiken. Als je in een wereld van leugens leeft. Ik heb nog een aardige gezegde van Aristoteles. Leugenaars die de waarheid spreken, worden niet geloofd. En een ander, van Einstein, Albert Einstein. Wie slordig is met de waarheid in kleine zaken, wordt niet geloofd in belangrijke zaken. Natuurlijk heb ik ook gelogen. En ik lieg nog steeds. Maar niet op die vloer. Niet met die spelers. Daar heb ik nog nooit gelogen. Dus het is zo belangrijk, omdat dat een belangrijk gedeelte van die vertrouwensrelatie is. Volgende. Duidelijkheid. Je moet heel erg duidelijk zijn wat je bedoelt en zelfs eenduidig. Het is zo en niet anders. Het begrip transparantie kwam 20, 30 jaar geleden in het management wat een modebegrip. Nou, dat was snel weg. Transparantie was er niet. Tegenwoordig hoef je niet meer transparant te zijn, wil transparant zijn, maar men heeft een truc opgevonden: privacy. Ja, dan hoef je niet transparant te zijn. En die duidelijkheid is zo verschrikkelijk belangrijk... want een behoefte van de mens is een gevoel van zekerheid. Men wil zeker zijn. Misschien Maslow, dat is een psycholoog, socioloog geweest... en die had een piramide. En de onderslag was de belangrijkste. Behoefte aan drinken, eten en dergelijke. Fysiek. Logisch. De volgende was al zekerheid, toen kwam veiligheid en waardering en zelfwaardering, ging het. Maar dat was een van de belangrijkste behoeften, en daar heeft de mens behoefte aan. Daar moet je ook duidelijk zijn. Die te dood veroordeelde, die al 16 jaar in de dodensal zit en hoort en krijgt die brief: "jongen, volgende week gaat het gebeuren", die was opgelucht, omdat hij nu zekerheid had. Die zekerheid, als het zo'n belangrijke behoefte is moet je heel duidelijk zijn. En ik was het ook. Ik zeg, jongen, jouw tevredenheid interesseert me geen ruk. Ik wil alleen prestaties. Dat is duidelijk. Dan weet men het en ik doe het alleen voor de duidelijkheid. Want ik kan het ook wel inkleden en dergelijke. Maar je moet gewoon heel erg duidelijk zijn. En die duidelijkheid kwam ook bij mij tot uiting. Ik weet alles in de groep. Als iemand als een krant gespeeld had zei ik jongen je hebt heel slecht gespeeld. Die spelers accepteren dat. Waarom? Omdat ze me vertrouwen. Omdat ik in feite zeg en nu gaan we er wat aan doen. He, nu gaan we weer beter worden. He, dus ik kan dat zeggen. Maar ik zeg, zeg dat altijd in de groep. Op de eerste training op maandag in de groep. En hij hoeft zich niet te schamen voor zijn maatjes. He, je hebt dan zijn krant gespeeld en in de groep weet meteen ook weer een norm. He? Bert van Marwijk had de grootste ruzie met uh, Huntelaar. In 1912 was dat op de Europese kampioenschappen. Ik denk in 12, ja. In 10 was, was, uh, werden de tweede, Nederlands elftal. In 14 was ze uh, in Brazilië met Van Gaal. Bert van Marwijk, in 12 Europese kampioenschappen. En de grootste ruzie met Klaas-Jan uh, uh, Huntelaar. En hoe hebben die het. Die hebben op de kamer, bij Bert van Marwijk kwamen ze... en ze hebben het uitgepraat. Nou, uitgepraat. De volgende dag zei uh, Huntelaar tegenovergestelde van Van Marwijk. En niks was te bewijzen. Een groot voordeel dat als je in de groep doet, het heel erg duidelijk is. Er kan niet meer omheen gedraaid worden. Men weet het. He, dus ik had zoals Bert van Marwijk, ik heb het ook wel eens tegen hem gezegd... nooit naar die kamer gegaan. Je kan er toch uitpraten met die groep? He, en dat, kijk, er zijn maar heel weinig dingen die je niet in die groep kan doen, He, die echt privacy zijn. He, als iemand een seksuele afwijking hebt, dan ga je niet in de groepen praten. He, en zo heb je nog een paar voorbeelden. Maar dit is: ja, moet je, moet je het gewoon... Hier, Koeman, die is nu trainer. Welke clausule heeft hij in zijn contract staan? Ik weet het niet. Want ik was wel verrast toen hij trainer van het hele Zelftal was, dat hij plotseling naar Barcelona en ook mocht, want er was een clausule in zijn contract. En waarom is men daar niet duidelijk over en niet eerlijk over? Wat maakt het uit dat het publiek het weet? Dat is een Je hoeft niet eens onduidelijk te zijn. Je hoeft niet eens oneerlijk te zijn. Dus nu vraag ik me weer af. Dat is uw vertrouwen. Wat heeft hij nu weer in zijn contract staan? He, wat van Gaal en Koeman, wat verdienen die? Ja, daar heb ik niks mee te maken. Heb ik wel wat mee te maken. Want dat list van de KNVB, moet ik weten wat er met mijn geld gebeurt. He, dus ik heb er wel wat mee te maken. Als hij 10 miljoen verdient, vind ik gek. He, want ik heb het gevalletje in Zuid-Amerika... Dat een coach 10 of 15 miljoen verdiende en toen samen met de raad van commissarissen dat geld verdeelde. He, dus ja, maar in Nederland doen we dat niet. Dat zagen we aan de raboploeg. In Nederland zijn, zijn we de heiligheid zelf. Duidelijkheid. En dit heeft ook een consequentie. Als je niet duidelijk bent, of opzettelijk niet duidelijk, niet transparant, dan krijg ik het recht van interpretatie. Een coach ziet dingen. Er ontbreken puzzelstukjes. Die vult hij zelf in. Dat is gewoon psychologisch zo. En hij krijgt een beeld van het geheel. Als je niet duidelijk bent, ga ik het invullen. En dat beeld kan verkeerd zijn. En hoe heet de eigenaar van Twent ook weer? Munsterman. Die belde me op een maandag. Mijn column kwam altijd op maandags uit. Om zes uur ochtends... Dus ik was net wakker. Die had dus die column al gelezen. He, dus het, dat is het eerste wat die mensen lezen, die column. Omdat hij soms ook kritisch was. Hij zegt: meneer, dat is ook zo gemeen. Meneer Boot, zullen mijn een kopje koffie gaan drinken? <laughs> zo begint het altijd. Nee, ik heb geen zin in koffie. Nou, de aap kwam uit de mouw. Meneer Boot, het is helemaal niet juist wat er staat. En toen zeg ik, en nog meer mensen hebben me gebeld naar columns, zeg ik altijd, als u duidelijk had geweest meneer, dan had die column nu niet geweest. Dus bam, telefoon op de haak. Maar goed onthouden, jij krijgt het recht van interpretatie. Nou, de laatste, nee, even terug, consequent zijn. consequent zijn, dat heeft iets te maken met geloofwaardigheid. Als je niet consequent bent, niet je visie uitdraagt en te alle tijden, niet consequent uitdraagt, dan ben je niet geloofwaardig. En als coach, maar u ook als leidinggevende, bent niet geloofwaardig als je niet consequent. Bij mij kwamen die spelers geen seconde te laat. Het zijn waarde? geen seconde te laat. En bij mij, ik zie nu nog wel eens wedstrijden. Men moest altijd een suicide lopen als men niet genoeg rebounds had. Want dat is volgens mij het belangrijkste van het basis. Iedereen kijkt naar punten en dergelijke. Nou, als je beter rebound dan je tegenstander, win je 9 van de 10 wedstrijden. Zo simpel is het. Nou, ze hadden die rebounds niet. Dus dan moeten ze lopen. Van baseline naar vrije worplejn, terug, baseline. Middenlijn, terug. Beestlijn, volgende vrije terug beestlijn, eindlijn, beestlijn. Maar je weet, het is een wedstrijd, dus uh, tien centimeter ervoor. En de volgende keer is een meter ervoor. Dus bij mij moest men die lijnen aanraken. En als men het niet deed, zei ik, jongens, sorry, hij heeft die lijn niet geraakt. We doen het nog een keer. En we doen het nog een keer. Bij mij... Gebeurde dat niet? Het is een leerproces. Ze raakte die lijnen. En ze vonden het ook logisch. Want ik leg het uit: als je nu niet aan die afspraak houdt, hoe weet ik dan dat je op het belangrijkste moment in die wedstrijd die afspraak niet houdt of wel houdt? Dus als je iets voorschrijft, als je een afspraak maakt, moet dat nagekomen worden. U heeft wel eens gezien, misschien. De oude mensen die mij nog hebben zien coachen, dat als wij een warming-up deden voor een de wedstrijd, lay-ups maakten, dat de speler die die lay-up gemaakt werd altijd naar de middellijn liep. Nou. Waarom? Omdat ik zag dat als het slecht gaat, in de rust, of, he, dat die kringetjes steeds kleiner werden. Op het laatst werd het niks. He, dat geef je niet aan toe. Dus ik gaf ze niet de gelegenheid om toe te geven. Nee, de middellijn. Dan moet je altijd even rennen. Het is ook een warming-up. En dat spreken we nu af. Nou, bij mij miste niemand die middellijn. Martin, dat klopt. Hè? Niemand miste het. En ze waren het er ook mee eens. En in het begin, als één het niet deed, speelde die niet. Ja, maar waarom zo'n idioot? Speelde die niet. Al was het mijn beste spelen? Wij maken die afspraak. En de afspraak is heilig. En anders moet je zeggen, coach... Ik, ik doe dat niet. Maar bij mij deed iedereen het. En nu zie ik mensen die het een beetje overgenomen hebben... zie ik ook. En dan zie ik het Nederlandse team wel spelen. Ik weet niet hoe het in Groningen is. Nou, dan beginnen ze. Sommigen, hoor. Sommigen hebben het nog nooit gehoord van aanraken. De volgende keer ook. En na nou, vier keer, tien centimeter ervoor. En weer tien centimeter ervoor. En dat zie ik als zo'n grote zwakheid. Als je topsport is... Ik vind het niet leuk, dan doe ik het juist. Topsport is obstakels en obstakel en obstakel geven. Coach, ik moet kotsen, ik kan niet meer. Je gaat. Dat is die topsport. Niet aan die principes toegeven. Nou, grensoverschrijdend gedrag zal ik nu wel van beschuldigd worden. Denk ik. Nou, die topsportwerkelijkheid, zoals ik die doe. En de alledaagse werkelijkheid zitten dus grote verschillen grote verschil in. En er is een grens. En het is dus letterlijk grensoverschrijdend gedachten. Ik ben daarover nagedenken. Want ik zag vorig jaar, of anderhalf jaar geleden, Alison Annen was de coach van het Nederlands hockeyteam. Dames, Australische, twee keer speelster van het jaar, beste speelster van de wereld. En... Ik heb haar wel eens ontmoet, ook in panels. En volkomen te vertrouwen. Alleen kei en keihard, een Australische. En die werd plotseling ontslagen. En toen dacht ik: wat is hier nou aan de hand? Die gieten steen goed en die wordt ontslagen. Niet alleen wat resultaten betreft, maar als mens was ze goed. En ik vond het al vaag: ja, we hebben geen plezier. En we voelen ons onveilig. Ja, wat wordt ermee bedoeld? Geef eens voorbeelden. En die kwamen niet. Ik heb het op de site van de hockeybond. Sommige dingen werden, zijn zelfs doorgestreept. Dus ik wist het niet. Dus ik ga zelf interpreteren. Dit is gek. Ik heb nog een gesprek met de gehad. Ze koopt in China. En ze moesten hier spelen met de Chinese teamwereldkampioenschappen. Dus op Schiphol heb ik een gesprek met de gehad. bleek ook niks aan de hand. Ja, wat breekt er wel aan de hand? Sommige speelsters die hadden ouders die in het bestuur zaten en een grote invloed hadden in de hockeybond. En in een hockeybond ja, zitten maatschappelijk zeer hoge mensen natuurlijk, en die hebben dat voor elkaar gekregen, ja, dat zij weg moest. He, grensoverschrijdend gedrag. En toen dacht ik, dit kan niet. He, als het grensoverschrijdend gedrag is, als ze daar in de voice. He, met meisjes van 14. Of, ja, dat is grensoverschrijdend gedrag. Inpakken en wegwezen. Als je, laten we zeggen, juridisch helemaal fout zit, inpakken en wegwezen. Maar het kan niet zo zijn, en die wil ik beschermen, ook in die sport. Ik heb het nu alleen over sport. Die mensen die integer zijn en manipulatief weggewerkt worden. En dat zijn er nogal wat hoor: Vera Pauw. En je hebt rechtszaken gehad, wevers. Die coach. En al, die hebben ze allemaal gewonnen. He, die worden Dus een van de grote bezwaren van het grensoverschrijdende gedrag, ik heb al een paar genoemd, is de onduidelijkheid. En ook het manipulatieve karakter. Wat ik ook een beetje. Nu wil ik me buiten de sport met Tom Egbers. Dan denk ik, die is in 2008. Heeft hij foute dingen gedaan? Heeft het uitgepraat met zijn vrouw? is nu 15 jaar, zijn vrouw is zelfs Mores, de uh, voorzitter van de, uh, uh, die waakt over grensoverschrijdend gedrag, is nu trouwens opgestapt. En dan ben je al 10, 10 of 15 jaar heel goed bezig en gelukkig in je gezin. En dan wordt dat van 15... Ja, wanneer? Wanneer is het einde? In 65, toen ik nog speelde, ben ik ook al onaardig tegen een meisje geweest. Kan ik, nog, moet ik, kan ik dan ook nog gepakt worden? Dus zelfs met Tom Wegras moet je je vraagtekens zetten. Hè? Dat, is die, dat is zoeken. Dat is manipulatie. In, naar mijn idee. Maar ik heb gedacht. Hoe lang heb ik nog? Drie. Nog drie minuten. <laughs> het, is, het is zo jammer dat er zoveel mensen zijn. en dat ik zo weinig tijd heb. <laughs> maar. Waardoor ook. Interactie had ik heel leuk gevonden. Want een heleboel zaken die ik vertelde, vertel ik ongenuanceerd. Dat mag ook in de analysefase. Maar een heleboel mensen hebben vragen ook. Kijk, als we direct pauze hebben, kan je toch nog naar me toe komen en zeggen: Nou, daar ben ik er niet mee eens. Of dat wel. Of wil je dat eens nader toelichten? Het is jammer dat er geen interactie is nu. Maar ik heb me afgevraagd: als ik nu zou coachen, op dit moment. Met die werkwijze die ik heb, zou ik dan beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag? Dat ik bij Amsterdam zei: Godverdomme, nu stoppen we die training, ga maar naar je bed, lever die ballen in en ik wil je niet zien. He? En ze er met een pet naar en ik kon het niet meer aanzien. Nou, dat stukje stond ook in de intro van grensoverschrijdend gedrag. Dus dan weet ik zeker, men beschouwt het als. als Grensoverschrijdend gedrag. Nee, het was zelfs zo dat Chris McCuttry, dat was mijn pointcard, naar me toe kwam en zei, coach, ik neem alle blame. Ik had als aanvoerder moeten zeggen, zo kan het niet verder. He, dus dat is nog gebeurd. He, het is zelfs zo, als ik niet zo had gereageerd, dan had ik een hele slechte coach geweest. Nou... Ik zou nu beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag. Dat is al duidelijk. En dan denk ik nog. Ik zou het precies hetzelfde doen. Want goed is goed. En slecht is slecht. Volgende M. De vertrouwensrelatie. Daar heb ik het steeds over. En. Vroeger dacht ik. Topsport. Heeft maar één legitimering. Winnen. Een andere legitimering is er niet. Ik heb het nu een beetje bijgesteld, het was ook wel makkelijk voor mij. Een ultieme ethische legitimering, de vertrouwensrelatie. Als er een vertrouwensrelatie is, dan is het goed. Dan kan je nooit grensoverschrijdend bezig zijn. Dan is het goed. Dat gaat van twee kanten. Iedereen gaat ermee akkoord. Dus dat is mijn tweede legitimering. De vertrouwensrelatie. Ik zal eindigen. Heb ik nog 50 seconden, 30 seconden? 30 seconden. Heb ik nog dit? Winnen is overwinnen. Winnen is geduld hebben. Winnen is kunnen verliezen. Winnen is voorwaarden creëren. Winnen is moeilijke momenten aankunnen. Winnen is eenzaamheid. Winnen is veel geluk hebben. Winnen is even gelukkig zijn. Winnen is zelfkennis, dus bescheidenheid. Winnen ]orns. is asociaal. Winnen is eenvoudige dingen perfect doen. Winnen is een beetje eerlijk zijn. Winnen is duidelijkheid. Winnen <Planet> is consequent de ultieme consequentie nastreven. Winnen is discipline. Discipline is normaal gedrag. Normaal gedrag komt tegenwoordig niet meer voor. Dus winnen is abnormaal gedrag. Winnen is vertrouwen. Winnen is naast de woorden democratie en respect het meest misbruikte woord in de Nederlandse taal. Over winnen moet men niet praten, maar simpel doen. En als men erover spreekt, moet men het woord met eerbied fluisteren. Winnen is moeilijk. Winnen is gemakkelijk. Winnen is trots. Dank u wel. Dank u wel, Tom. Wat een mooi verhaal. Um. Wij zagen elkaar even hier voor de hal. Ik heb je weer de hal laten zien. Hoe was dat om even weer terug te zijn in Groningen? Nou, ik vond het heerlijk. Ik ben er wel eens geweest. Want ik ben wel eens op trainingen van Braal geweest. En ik heb zulke goede herinneringen. Gevoel. Ik had het over vertrouwen. En vertrouwen, daar hecht u als Groninger heel veel waarde aan. Als we die vijf componenten zien. En we gaan het eens vergelijken met wat Den Haag voor jullie doet, voor de Groningers. De eerste is deskundigheid. De volgende, intentie. De intentie is alleen maar aan jezelf denken, aan je eigen carrière. Eerlijkheid, hoe vaak zijn jullie niet bedrogen? Duidelijkheid, hoe vaak is men niet onduidelijk geweest bij jullie? Consequent zijn, jullie zeggen nu al, eerst zien en dan geloven. He, dus jullie kunnen gewoon toetsen dat vertrouwen. En het is heel begrijpelijk dat jullie geen vertrouwen meer hebben. Nou, jij vroeg aan mij: hoe vind je het? Ik ben eindelijk met mensen die ik kan vertrouwen. Amen. Dankjewel. Een bos bloemen voor jou. En een Grunning Kouk. En ook voor Jos natuurlijk hebben we nog een uh, bosbloem en een kouk. Nou, drie minuten over met Tom Boot. Ik vond het een hele prestatie, maar het is gelukt. Uh, we gaan even tot kwart voor even pauzeren. Snel even een drankje, een plasje doen. Maar echt proberen op tijd weer terug te zijn, want het is nog uh, druk na de pauze met bijzonder interessante sprekers. Dus tot zometeen.